Vele mensen die Sertogenbosch bezoeken of in Den Bosch wonen en die nu de markt bezoeken, die staan een beetje achter hun oren te krabben over het grote bouwwerk dat daar gebouwd wordt. Wat wordt er gebouwd op de markt? Een kleine 15 man bouwt aan een kathedraal voor het mirakelspektakel. Een kathedraal speciaal voor de Oeteldonkse club, die gaat vieren dat ze 11 x 11 plus 11 jaar bestaat. 132 jaar Oeteldonk. De kathedraal die gebouwd wordt op de Bosse Markt, die wordt zo hoog dat hij zelfs boven Hotel Centraal uitkomt. Het is een flink project. De ruim 15 mensen die werken aan deze overdekte kathedraal weten dat donderdag de klus geklaard moet zijn. Het is hard werken, het zweet staat op hun voorhoofd. De overdekte kathedraal moet zo'n 30 meter hoog worden. In en rond de enorme kathedraal wordt het 132-jarig bestaan gevierd met activiteiten voor iedere Bossenaar. Prachtig bosbedrijf wat ik eigenlijk al mijn hele leven ken. Allemaal kei bedankt, kei bedankt. En we hebben de heer Boskamp uitgenodigd om mee de lint door te knippen. Samen met mijn moeder, die is 80 geworden inmiddels. En die hoort er nog elke dag bij, dus dat wil ik ook wel zeggen. Ja, ja. Wat een prachtige locatie. Ik wens jou en je hele team ontzettend veel succes op deze locatie. Een naam als Van der Heijden heeft een klank niet alleen in Sertogenbosch, maar in de hele regio heb ik gemerkt. Een motor van Van der Heijden is een kwaliteitsproduct. Afgelopen week waren er in het centrum van Den Bosch controles om scooters af te schrikken te snel te rijden. Dat deden ze met behulp van een zogenaamde rollerbank. Verschillende bestuurders mochten hun tweewieler even tijdelijk afstaan aan de politie. Op de scooter is het verleidelijk om af en toe door rood te rijden of een stukje stoep te pakken. Ook rijd je misschien wat harder op een fietspad als het eigenlijk mag. En dat alles mag natuurlijk niet. Als bij een rollerbankcontrole blijkt dat je scooter meer dan 20 km per uur te hard kan, dan wordt hij in beslag genomen. De waarde wordt dan bepaald en een rechter beslist of je tweewieler verbeurd wordt verklaard of niet. Of dat je hem weer terugkrijgt. Als je onterecht een boete hebt gekregen, dan kan je in bezwaar gaan. Het is een scooter van de baas, origineel. Dus, De baas en de baas is Stadstoezicht? De Wenengroep. En de Wenengroep, wij werken wel weer voor de Stadstoezicht. Bijna een collega aan bon geven dit. Dit klopt, ja. Hoeveel was de boete nu? €60, €7 administratiekosten en hij mag weer opnieuw voor de kenteken op. Gaat hij naar de baas of moet je hem zelf betalen? Nee, dit is voor de baas. Dit is echt voor de baas. Dus vandaar dat ik het niet zo erg vind dat ik hem heb gehad. Vandaar die glimlach? Vandaar die glimlach. Een aantal bestuurders van de scooters die wij hebben gefilmd, moeten hun scooter opnieuw laten keuren bij het Rijksdienst voor Wegverkeer. Hun scooter reed vele malen harder dan de wettelijke goedgekeurde kilometrage. Op hoge snelheid ging de politiemotor achter de scooterrijder aan, ter hoogte van de Hoge Steenweg Visstraat, waar hij later is opgepakt. De auto die woensdagavond door de politie op de A59 bij Vlijmen werd klemgereden, die werd bestuurd door een jongen van 13 jaar oud uit Sertogenbosch. Dit heeft de politie donderdagochtend bekendgemaakt. De auto die was gestolen. Aan de actie op de A59 ging een wilde achtervolging vanuit Den Bosch door de politie vooraf. Rond 20:15 in de avond zagen agenten de auto rijden op de Simon Stevinweg in Den Bosch. Na controle van het kenteken bleek dat deze auto gestolen was. Verderop op de Magistratenlaan reed de tiener zich klem. Maar toen een agent uitstapte en naar de auto wilde lopen, botste de jongen tegen de politieauto en hij wist weg te komen. Ook op de Leegwaterlaan in Den Bosch wist de jongen vervolgens een blokkade van de politie te ontwijken. Na een achtervolging via de Vlijmerseweg kon de jongen uiteindelijk op de A59 ter hoogte van Nieuwkuik door de politie worden klemgereden. De 35-jarige Bossenaar die in september vorig jaar een man neerstak in het Bossencafé Jij en Ik in de Karrestraat, die hoeft niet de cel in. De rechtbank in Den Bosch heeft dit woensdag bepaald.
De man die krijgt TBS met dwangverpleging opgelegd. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum had de man een psychose toen hij in de kroeg door het lint ging. De broer van de man bevestigde al in september vorig jaar dat de man waarschijnlijk aan een psychose leed. Op de bewuste septemberdag werd er een man in café Jij en Ik tijdens een besloten feest in zijn rug gestoken met een mes. Het slachtoffer werd met een slagaderlijke bloeding opgenomen op de intensive care. De dader verklaarde aan zijn broer dat hij naar het café was gegaan om daar een tas met €1 miljoen en een wapen op te halen. Volgens deskundigen had de man een verstoorde realiteit. Martin Nooyens, de directeur van stadsbedrijven bij de gemeente 's-Hertogenbosch, die krijgt een andere functie. Dit alles heeft te maken met het foutenfestival rond Bartenbrug. Het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch brengt het nieuws op positieve wijze. Nooyens krijgt zogenaamd een prachtige andere functie binnen de gemeente 's-Hertogenbosch, maar ze kunnen het toch niet loszien van de vele fouten die rondom de Bartenbrug gemaakt werden en nog steeds gemaakt worden. Nooyens gaat nu het project Sterk Erfgoed onder zijn leiding verder ontwikkelen. Of het een upgrade of een downgrade van zijn functie is, is bij ons op dit moment niet bekend. Nooyens was sinds 2006 directeur stadsbedrijven bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Ondanks de hulp en de bemoeienissen van het BNN-programma Werk aan de Winkel, is toch het doek gevallen voor kledingwinkel Harlekino aan de Dorpstraat in Rosmalen. Zaterdag 27 september is de laatste dag dat eigenaar Richard Glaudemans zijn deuren van zijn winkel opent. Hij heeft op dat moment meer dan 25 jaar bestaan. De hulp die Glaudemans afgelopen lente kreeg van BNN mocht niet baten. De andere oplossingen van het BNN-programma hebben ook weinig geholpen, zegt Glaudemans. We zitten in een hele moeilijke tijd. De branche in heel Nederland heeft het erg moeilijk. Maar de klanten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Alleen het uitgavenpatroon is drastisch verlaagd. Je woont in de binnenstad en je hebt een auto. En die wil je graag kwijt. Helaas is er een enorme lange wachttijd voor autobezitters die in de binnenstad wonen om hun auto op een fatsoenlijke manier te kunnen parkeren. Begin volgend jaar gaat Den Bosch de wachtlijsten aanpakken van deze binnenstadsbewoners die een parkeerplek voor hun auto zoeken. Met een beetje geluk komen er 500 plekken voor de binnenstadbewoners vrij in de nieuwe parkeergarage Sint-Jan aan het Vonk en Vlamterrein en de garage in de Sint-Jozefstraat. Ook andere plekken waar bezoekers mondjesmaat parkeren, die worden straks gereserveerd voor binnenstadbewoners. De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling besprak dinsdagavond het plan om meer mogelijkheden te zoeken om binnenstadsbewoners een parkeervergunning te verlenen. Het zou zomaar kunnen dat de afvalstoffenheffing in 2018 van €241 naar €207 gaat. Tenminste, als het aan het college ligt. Zij willen een mindering op deze heffing. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk een raadsvoorstel voorgesteld waarin een nieuwe manier van huiselijk afval kan worden vastgesteld. Ze heeft een raadsvoorstel vastgesteld over de inzameling van huishoudelijk afval. De ambitie is om de komende 5 jaar de hoeveelheid restafval met 30% te verminderen. De omvang van het nog te gebruiken afval, zoals oud papier en karton, groente, fruit en tuinafval en kunststof, kan daardoor toenemen. Het college doet de gemeenteraad een aantal voorstellen om deze ambitie waar te maken. Of deze voorstellen haalbaar zijn, wordt nu getoetst aan de hand van een aantal projecten in de gemeente. TV 73 komt in het voorjaar van 2015 met een eigen Bosse politieserie. Hertog is het plaatselijke antwoord op Flikken Maastricht. De karakteristieke uitstraling van de Bosse binnenstad is het decor van deze in opdracht van TV 73 te produceren dramareeks. De casting en screening van acteurs en figuranten is één van de belangrijkste onderdelen van deze voorbereidingen. Filmmaker Aaron Bolsjes staat niet alleen garant voor de regie, ook de verhaallijn en het script wordt door deze jonge filmmaker geschreven. Mijn idee was al heel lang om iets met Den Bosch te doen. Ik vind Den Bosch een hele mooie stad. Mijn familie woont er, ik kom er zelf ook vandaan. Ik woon er zelf momenteel niet. En mij leek het altijd leuk om een spannende thriller op te nemen in Den Bosch. In het verleden heb ik wel kortere projecten gedaan, speelfilm, ik heb ook in theater gestaan. En ik dacht, het is tijd voor iets nieuws. En toen is het idee een beetje tot stand gekomen om Hertog te gaan maken. Dus ik heb hem geschreven, ik ga hem straks ook regisseren.
En ja, Flikker Maastricht, die kent iedereen. Maastricht is een hele mooie stad. En ik dacht bij mezelf, ja, waarom hebben we dat in Den Bosch niet? Dus vandaar de politieserie Hertog op TV 73. Ja, laten we het even in het kort hebben over de inhoud van de serie. De serie heet Hertog, het is een politieserie. Kan je een klein detailje van het verhaal blootgeven? Daar moet ik even goed op letten wat ik ga vertellen natuurlijk. Want dan is het niet meer leuk voor de... om te kijken. Maar ja, ik kan misschien wel eens een keer vertellen. De serie draait, ja, de naam zegt het al, Hertog. Het draait niet alleen om Sertu den Bosch, maar de hoofdpersonage heet Janine Hertog. Die is een paar jaar werkzaam als regisseur, een jonge meid. En die moet noodgedwongen samen gaan werken met iemand die overgeplaatst wordt uit Groningen. En die heeft nog helemaal geen ervaring als regisseur. Dus ja, zij begeleidt hem een beetje in haar doen en laten. Maar ja, meer ga ik eigenlijk nog niet over vertellen. Ik vind gewoon dat je moet kijken. Maar het is elke aflevering is eigenlijk een aparte zaak. Ja, elke aflevering is een aparte zaak. Maar door de serie heen volg je ook het leven van de twee regisseurs. Dus het is niet alleen elke aflevering een moord of een verdwijning of een andere zaak. Maar het is ook echt, je volgt de personen hoe hun leven. En ze zijn ook echt een persoon. Je gaat met ze mee. Je kijkt in het leven van. Het leven van een regisseur in Den Bosch. Ja. Het belooft hele spannende tijden te worden. De opnames gaan plaatsvinden. De pilot wordt eerst opgenomen, ja. Rond november. Ja, de pilot wordt opgenomen eind november, begin december. We gaan draaien in de stad, in verschillende wijken. In de studio gaan we draaien. En als je door de stad loopt en je ziet een filmcrew, dan weet je dat Hertog opgenomen wordt in Den Bosch. En dan zal in de toekomst nog veel meer gebeuren op de mooiste plekjes in Den Bosch. En wanneer gaat die uitgezonden worden? Over een aantal maanden. Precies durf ik nog niet te zeggen, want het is natuurlijk een heel proces. Een serie heb je niet zomaar gemaakt, laat staan een film heb je ook niet zomaar gemaakt. Het gaat wel wat sneller dan een film, televisie. Maar we verwachten over een halfjaartje, denk ik. Ik denk dat hij dan wel op de buis is. Ja, rond maart, april zouden we de eerste uitzending kunnen verwachten. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, heel spannend. Ik wil bij deze gelijk een oproepje doen. Want ja, bij een serie horen natuurlijk acteurs, maar ook heel veel figuranten. Elke aflevering is er bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk bij Baantje een like bijvoorbeeld. Of ja, bijna elke aflevering is er misschien wel een like. Ja. Daar gaan we ook niet te veel over blootgeven. Er zijn altijd mensen die door beeld lopen of die een heel klein rolletje hebben in de film. Of ja, serie. Dus zou bij deze willen zeggen, zit je nou te kijken en lijkt het jou leuk om te figureren in de nieuwe televisieserie van TV73, Hertog, dan kunnen ze meedoen, hè? Ja, ze kunnen gewoon hier onder in beeld komt denk ik dadelijk een e-mailadres. En dan nu wel. En dan kunnen ze zichzelf opgeven en dan gaan we een selectie maken. En waarschijnlijk kan iedereen die zich opgeeft wel een steentje bijdragen aan de productie. Dus we zien jullie graag tegemoet. Je hoeft in principe, heb je geen tekst als figurant, maar kan ook dat we een klein rolletje voor je hebben. Mocht het zo zijn dat je een klein rolletje wil spelen, dan moet je wel eventjes netjes op auditie komen. Want dat doen alle acteurs, hè? Ja, alle acteurs komen eerst op auditie, die worden gescreend. En als de rol bij ze past, dan krijg je het horen of ze hem krijgen. En zo gaat het een beetje te werk. Ja, binnenkort meer daarover, dan maken we de datums bekend waarop wij de audities houden voor alle acteurs. Dus houd het in de gaten. We hebben ook een Facebookpagina, hè? De serie Hertog. Ja, www.facebook.nl/Hertog de serie. Hertog, de nieuwe politieserie op TV3. Ze heeft de eerste televisieserie bij ons op zender. Natuurlijk houden we ook hier op de hoogte. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, want vanaf maart, april is het zover en dan kan je wekelijks kijken naar alle spannende ontwikkelingen die de serie met zich meebrengt. Dus tot snel. Ben je bang voor acties van IS hier, omdat het kabinet straaljagers naar Irak stuurt? Nee, ik ben niet bang voor de aanslagen of zo. Maar ik vind het wel goed dat het kabinet de straaljagers er iets aan tegen doet, zeg maar. Want als iedereen kan een beetje mee kan helpen, is dat het goed. Nee, absoluut niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zal niet bang zijn hoor. Ja, bang is een groot woord, maar ik snap wel dat daar iets in moet gebeuren, zeg maar. Dat het wel veiliger moet worden in Nederland. Ja, ik las bijvoorbeeld ook vanmorgen dat Nederland daar helemaal niet op voorbereid is op aanslagen. Dan denk ik, ja, zet dat lekker in de krant. Ik ben bang voor acties, Erik. Tuurlijk ik bang.
Of ik bang ben voor aanslagen in Nederland? Nou, dat denk ik niet echt. Maar ja, je weet maar nooit, ongelukkig in een klein hoekje. Je hebt altijd wel een paar debielen die toch de ruimte vinden om het toch zo'n aanslag te plegen. Ja. Maar de acties van de Nederlandse regering, ja, dat vind ik wel positief. Ja, zeker weten. Nee, wij zullen niet bang zijn omdat we hebben goede beveiliging in Nederland. Maar ik vind wel dat Nederlandse defensie moet toch meedoen met die actie voor Syrië of voor Irak. Laten we zeggen Irak. Omdat wij moeten ook meedoen, omdat we zitten in de Euro-Unie. US, Obama. Dus ik denk dat we moeten ook meedoen met toch voor een goede bescherming. Voor ons Nederland.